Hallo, welkom in de les Financiële Wiskunde. Vandaag bespreken we hoofdstuk 4, annuïteiten. Eerst geef ik u een overzicht van alle formules die we deze les zullen bespreken. En wat u nu op het scherm ziet zijn de postnumerando formules. Ik zal zo dadelijk uitleg geven wat dat betekent. Wat is een annuïteit? Een annuïteit is een reeks van stortingen. Dus hier ziet u 10 stortingen van 100 euro. Dus in dat geval spreekt men van een annuïteit. Er zijn steeds dezelfde tussenpozen tussen die stortingen. Nu, laten we eens dieper ingaan op deze reeks van stortingen. In dit geval is het contract begonnen op tijdstip 0. Het voorbeeld dat hierbij past is bijvoorbeeld het afsluiten van een lening. U gaat naar de bank en u sluit op tijdstip 0 het contract af. Dus dat wil zeggen op tijdstip 0 ontvangt u het bedrag van de bank. En als tegenprestatie gaat u dan in de toekomst 10 keer 100 euro moeten terugbetalen. Nu, de eerste betaling gebeurt aan het einde van de eerste periode. Zie je? Dus je betaalt geen 100 euro bij het afsluiten van het contract. Je betaalt 1 maand later of 1 jaar later. De betaling gebeurt op het einde van de periode. Ja. Op het moment dat u dan de laatste 100 euro zal betaald hebben, op dat moment eindigt die lening, eindigt dat contract. Wanneer u op het einde van de periode betaalt, dan spreek je van een postnumerando annuïteit. Oké? Nu, je hebt ook reeksen van betalingen waar dat de betaling zich situeert aan het begin van de periode. Dus het contract begint op tijdstip 0 en eindigt op tijdstip 10, in het tweede geval. Dus maar de betaling die van u verwacht wordt, zit hier al onmiddellijk aan het begin van de periode, aan het begin van het contract. Het voorbeeld dat hierbij past is bijvoorbeeld het betalen van huur. U betaalt huur aan het begin van de periode. Ja? Dat wil dan zeggen dat u bijvoorbeeld bij uw laatste storting, die situeert zich op tijdstip 9, ja? U betaalt 100 euro, maar dan mag je nog voor die laatste maand gebruik maken van het gebouw. Dus het contract eindigt dan op tijdstip 10. Dus wanneer de betaling aan het begin van de periode zit, dan spreekt men van een prenumerando annuïteit. Dus nog eens samengevat, bij postnumerando annuïteit begint het contract 1 tijdstip voor de eerste storting. Bij postnumerando eindigt het contract op het tijdstip van de laatste storting. Bij prenumerando zeggen we, het contract begint op het tijdstip van de eerste storting. En bij prenumerando zegt men, het contract eindigt 1 tijdstip na de laatste storting. Dat is belangrijk om even mee te nemen. Kijken we dan naar het berekenen van de slotwaarde. Nu, afhankelijk of je te maken hebt met een postnumerando annuïteit of een prenumerando annuïteit, ga je dus een andere formule moeten gebruiken. Dus je krijgt nu van mij de postnumerando formule en de prenumerando formule. Dus VN is het symbooltje voor de slotwaarde. Vroeger bij samengestelde interest hadden we KN als symbool, nu is dat veranderd in VN. De T, de hoofdletter T, dat is de periodieke storting. Dat is die 100 euro die u iedere maand of ieder jaar betaalt. T staat voor termijn. Dus die 100 euro, men noemt dat de termijn van 100 euro. Dus dat is verwarrend, omdat wij termijn natuurlijk ook gebruiken voor een periode. Maar hier wordt termijn, dus de T, termijn gebruikt voor het bedrag
van 100 euro aan te duiden. Dan heb je natuurlijk ook de I, dat is de jaarlijkse rentevoet. En de N, dat is het aantal keer dat die 100 euro betaald wordt. Dus in onze oefening daar straks was dat 10. Dus de N is het aantal keer dat het bedrag zal gestort worden in de toekomst. Wij gaan alle oefeningen kunnen maken door gebruik te maken van postnummerando formules. Dus wij gaan ook prenumerando oefeningen maken, maar we lossen ze op met de postnummerando formules. Er bestaan evenwel dus ook prenumerando formules en deze ga je herkennen doordat de symbolen een accentje krijgen. Dus V, accent N, dat is dan voor u dus bewijs dat u te maken heeft met een prenumerando formule. Maar zoals ik al zei, wij hebben geen prenumerando formules nodig om onze oplossing te kunnen genereren. Wij doen alles met de postnummerando formules. We kijken naar een eerste oefening. De interest in deze oefening is 4%. Dus u gaat sparen en u stort ieder jaar 100 euro op een spaarrekening. De vraag zal dan zijn, hoeveel staat er op het einde van uw spaaropdracht op uw spaarrekening? Nu, belangrijk is om te bepalen op welk tijdstip zal u gaan kijken naar het bedrag op uw spaarrekening. Kijkt u op tijdstip 10 naar het saldo, op het moment dat u de laatste keer 100 euro gestort heeft, of gaan we kijken 1 jaar later? Ja, u gaat 10 keer storten en dan wacht je nog 1 jaar en dan kijk je hoeveel geld er op uw spaarrekening staat. Gaat u dus kijken op tijdstip 11. Hè? Nu, in deze oefening 1 gaan we kijken op tijdstip 10, op het moment dat je de laatste keer 100 euro hebt gestort. Nu, als je de formules zou gebruiken van de samengestelde interest, dan zou dat betekenen dat je iedere 100 euro eigenlijk apart kan gaan berekenen naar dat tijdstip 10. Dus die eerste 100 euro die ik op tijdstip 1 zal storten, die zal, als je dat bekijkt vanop tijdstip 10, die zal 9 jaar interest hebben opgeleverd. Dus dat bedrag is gegroeid naar 142 euro. Die tweede 100 euro, die zal 8 jaar interest opleveren, dus die groeit naar 136. En zo kan je dus voor al die 100 euro's, één voor één, kan je die gaan herrekenen naar tijdstip 10. Hoeveel zijn ze waard op tijdstip 10? Dus als je de laatste keer die 100 euro stort, die 100 euro brengt als zodanig nog geen interest op, want u heeft ze nog maar net gestort en op dat moment gaan we kijken naar de spaarrekening. Hoeveel staat er dan op de spaarrekening? Dat is 1200,61. Ja. Dus u kan dat doen door gebruik te maken van de samengestelde interest van de formules die we kennen. Maar dan bent u natuurlijk heel lang bezig, dan is er heel veel rekenwerk. Het is daarom dat we dus de nieuwe formule zullen gebruiken. Ja, de formule van VN. En dit is de postnummerando formule. Ja, dus de formule zonder accent. Die formule die doet precies wat ik hier gevisualiseerd heb. Die gaat alle bedragen herberekenen op het bedrag van uw laatste storting. Dus als u alles invult, VN is 100 euro maal de rentefactor tot de tiende macht min 1 gedeeld door 0,04. Dus als u dat met de rekenmachine uitrekent, dat is 1200,61. Dus dit is een postnummerando formule. Wat doet deze postnummerando formule voor de eindwaarde? Zij berekent alle betalingen, alle stortingen die u gedaan heeft, herberekent zij naar het moment van uw laatste storting. Dus op tijdstip 10 zijn al die stortingen samen 1200 euro waard, 0,61.
We maken nu diezelfde oefening. Dus we hebben een spaaropdracht en we willen weten hoeveel dat er op het tiende ogenblik, op tijdstip 10, op onze bankrekening staat. Maar we gebruiken nu de prenumerando formule om dit te berekenen. Dus de prenumerando formule, wat doet de slotwaarde van de prenumerando? Zij berekent de slotwaarde 1 tijdstip nadat je de laatste storting hebt gedaan. Dus zij gaat kijken hoeveel er op de bankrekening staat op tijdstip 11, als we die formule dus gebruiken. Dus concreet, prenumerando slotwaarde berekent al die stortingen van 100 euro op tijdstip 11. En dan zal die formule ons zeggen dat er 1248 euro op de bankrekening zal staan. Dat hadden we niet gevraagd op tijdstip 11 te kijken, maar dat is wel wat dat die formule doet. Ze gaat altijd 1 jaar na de laatste storting kijken hoeveel er op de rekening staat. Dus kijk naar de uitwerking van die prenumerando formule. Dus dat is het eerste stuk van die prenumerando formule. Dus dit is eigenlijk postnumerando. Dus prenumerando is hetzelfde als postnumerando. 1200 wordt dat dan. Maar dat wordt dan nog vermenigvuldigd met 1 jaar rente. Dat is het verschil. Dus vandaar dat die formule zegt, er staat op de bankrekening 1248,64. Omdat wij niet geïnteresseerd waren in dat bedrag, we wouden weten hoeveel dat er op tijdstip 10 op de bankrekening staat, dan zullen we die oplossing van de prenumerando formule nog moeten delen door 1 jaar rente. Dus we halen er die 1 jaar rente opnieuw uit door te delen door 1,04. En dan vinden we ook 1200,61. Dus dit om het verschil te illustreren tussen de postnumerando en prenumerando formule van de slotwaarde. Dan kijken we nu naar oefening 2. De interest is opnieuw 4% en u gaat opnieuw 10 keer 100 euro gaan storten. Maar nu gaan we ons afvragen, hoeveel zal er op onze bankrekening staan, op onze spaarrekening, niet op tijdstip van onze laatste storting, op tijdstip 9 is dat hier, want je ziet dat we nu begonnen zijn op tijdstip 0, maar we willen weten hoeveel dat er op onze rekening staat 1 jaar nadat we de laatste keer hebben gestort. Dus als u dat opnieuw met gezond boerenverstand zou oplossen, dan zou u zien dat die eerste 100 euro 10 keer interest opbrengt, die tweede 9 keer. En zo ook uw laatste storting die u zal doen, die zal 1 keer interest nog opbrengen. En als u dat allemaal samentelt, dan kom je dus uit dat uw spaarrekening hier op tijdstip 10 1248,64 euro zal bedragen. Dus wat we hier doen, is de slotwaarde berekenen. Niet op het moment van de laatste storting, maar 1 jaar nadien. En dat is precies wat dat de prenumerando formule doet. Dus ik heb hier een prenumerando formule voor u. Dat is de formule met het accent. V accent N. Als we dat allemaal invullen, ja, en dat mag je met de rekenmachine controleren, dan ga je dus op een veel snellere manier dan dat we dat daarboven gedaan hebben, door samengesteld te gaan redeneren, gaan we hier veel sneller uitkomen op die 1248,64. Dus onthou, de prenumerando formule berekent de slotwaarde 1 tijdstip na uw laatste storting. En dus gebruikt u post of gebruikt u prenumerando formules. Alles hangt ervan af op welk tijdstip dat je het bedrag wenst te kennen. Wens je je spaarrekening te kennen op tijdstip 9, op het moment van de laatste storting, dan gebruik je postnumerando formule. Zeg je, ik ga 1 jaar later kijken, dan gebruik je de prenumerando formule. Oké. Nu komen we tot het punt dat ik u zal tonen dat je dus inderdaad geen prenumerando oefening of geen prenumerando, formule nodig hebt om een prenumerando oefening te kunnen maken.
Dus wanneer ik deze oefening, de oefening 2, dat ik zeg ik wil mijn spaarrekening kennen op tijdstip 10, hoeveel staat er op mijn spaarrekening 1 jaar na de laatste storting? Wel, dan blijf ik eigenlijk trouw aan mijn postnummerando-formule. Dus ik gebruik steeds postnummerando. Dus ik vul alles in postnummerando en dan kom ik uit op 1200. Maar dan weet ik bij postnummerando, die som die staat op tijdstip 9, op het moment van mijn laatste storting. Dus ik stort voor de laatste keer 100 euro en dan kijk ik op mijn spaarrekening en op dat moment zal er 1200,61 euro staan. En als ik dan zeg, ja, maar ik wil nu nog weten, een jaar later, hoe hoog zal mijn spaarrekening zijn, dan ga ik dan bij dat bedrag uiteraard 1 jaar interest bijrekenen en dan sta ik op tijdstip 10 ook met die 1248. Dus ik stel voor om nooit nog in die prenumerando formules te stappen, want uiteindelijk gaat u dan altijd voor de keuze moeten staan, wat ga ik nu gebruiken, ga ik post of ga ik pre gebruiken? Wel, gebruik altijd uw postnummerando formule, kijk waar je uitkomt en verschuif dan je antwoord afhankelijk van wat gevraagd is in een oefening. Dus hier bereken ik alles naar tijdstip 9. En als de oefening vraagt, ja, maar ik wil weten op tijdstip 10 hoe hoog het saldo is, dan verschuift u het bedrag naar tijdstip 10. Kijken we dan nu naar een oefening 3. Opnieuw het berekenen van een slotwaarde. Dus bij slotwaardes moet u altijd in gedachten hebben, we zijn bezig met een spaaropdracht. Ja. We gaan hier 10 jaar lang 80 euro op de rekening storten. Dus opnieuw zijn er twee formules die we zouden kunnen gebruiken. Ja. En de cursisten zijn meestal in de war, ze weten niet welke formule ga ik hier gebruiken. Dus we gaan steeds kiezen voor de formules van de postnummerando te gebruiken. En deze van prenumerando die laten we eigenlijk links liggen. Dus we lossen deze oefening op prenumerando. Ik wil weten hoeveel geld er op mijn rekening zal staan op tijdstip 10. De interestvoet die hier van toepassing is, is 3%. Ja? Dus met die 3%, dus ik wil weten de slotwaarde van mijn spaarrekening op dit tijdstip, op het tijdstip van mijn laatste storting. Dus, dan bent u zeker, ik gebruik de postnummerando formule, ik vul alles in die formule, en dan zal er op tijdstip 10 917,11 euro staan. Ja, dus dat is het gemak van deze formule. Op het moment dat u de laatste keer stort, kijkt u onmiddellijk daarna naar het saldo op uw rekening en er staat 917. Nu ga ik die postnummerando gebruiken in stukken. En waarom dat ik dat doe, dat is puur academisch bedoeld. Dat is omdat u die formule zou begrijpen wat dat die doet voor u. Dus ik ga ze nu op een kunstmatige manier gebruiken, die formule, om uw inzicht te vergroten. Dus opnieuw is de vraag, allee, bereken mij die slotwaarde op tijdstip 10. Kijk wat ik nu ga doen. Ik steek 3 betalingen van 80 euro, ik steek die in mijn postnummerando formule. Dus zie je wat ik doe? Ik heb 80 euro betaald en ik heb dat 3 keer betaald. En de interest is 3%. Als je 3 keer 80 euro stort, ja, en u kijkt dan op uw rekening, net na die laatste storting van 80 euro, dan gaat er 247 euro op uw spaarrekening staan. Dus die 247 die staat op tijdstip 3, op het moment van uw laatste storting. En uw laatste storting is hier, die laatste, dus die derde keer dat u die 80 euro betaalt. Dus ik heb die 3 bedragen die ik gestort heb samengenomen. En die zijn nu samen 247 euro waard. Wat ik nu ga doen, zijn die 4 volgende stortingen samennemen. Dus ik ga nog eens 4 stortingen doen, zeg ik, van 80 euro. Dus ik steek daar mijn formule. Ik doe 4 stortingen van 80 euro. Dus tot de vierde in uw exponent.
En dan gaat die formule zeggen, nou wel, als u 4 keer 80 euro gaat storten, dat is 334 euro. 334 euro op tijdstip 7. Akkoord? Want deze formule berekent u altijd de slotwaarde op het moment van uw laatste storting. En mijn laatste storting, mijn laatste blauwe storting, is wel degelijk op tijdstip 7. Wat ga ik nu doen? Ik ga nog twee stortingen erbij nemen, namelijk die groene. En ik zeg jou, wat is dat waard als ik 2 keer 80 euro stort? U steekt het in uw postnumerando formule van de slotwaarde. En dat zal zeggen, dat is 162 euro en 40 cent. Dat is het waard op tijdstip 9. Akkoord? En dan die laatste storting van 80 euro, die staat al op tijdstip 10. Die staat al op haar plaats. Dus als ik nu ga zeggen, ik wil al die stortingen herrekenen naar tijdstip 10, dan gaat u die 247 euro, die brengt nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, die brengt nog 7 jaar interest op. Ja? Dus u gaat, u gaat nog tot de zevende doen, wat de rentefactor betreft. Die storting van 334, die brengt nog 1, 2, 3 jaar interest op. En die storting van 162, die brengt nog 1 jaar interest op. Dus wanneer u dat allemaal gaat samentellen, al die bedragen die nu herrekend zijn naar tijdstip 10, dan kom je opnieuw op diezelfde 917,11 die we daar straks ook hadden gevonden. Uiteraard berekent u dat hier niet in stukken in werkelijkheid. U doet dat zoals de vorige oefening, ja, in één keer. Maar ik heb willen tonen, als je het in stukken doet, hoe dat die formules werken. Hè, wat dat die formules voor u doen. Ik ga het nog eens toepassen. Hè. Dus ik ga opnieuw die oefening 3 opnieuw in stukken oplossen. Ik ga die twee eerste schijven van 80 euro, ik steek die in mijn formule van de postnumerando en hij telt ze samen. We wisten al dat dat 162,40 was, want we hadden daar ook in onze vorige uitwerking twee schijven van 80. En dat is 162 op tijdstip 2. Hier, akkoord? Wat doen we dan? We steken 5 stortingen in onze formule. Dat is goed voor samen 424. Op het moment van de laatste storting komt dat bedrag dus te staan. Dus die 5 stortingen van 80 euro verdwijnen en daar komt één bedrag in de plaats, 424,73 op tijdstip 7. En wat ga ik dan doen? Ik heb nog 3 stortingen van 80 euro. Ik zet die in mijn formule en hij rekent die allemaal om naar één bedrag, 247, op het moment van uw laatste storting. Opnieuw zeg ik van, maar ik wil nu al die stortingen herrekenen naar tijdstip 10. Dus die 162 brengt nog 8 jaar interest op. Die 224 die brengt nog 3 jaar interest op. En die laatste, dus die stond al op tijdstip 10. Ja, die hoeven we daar niet meer, dus die brengt als zodanig geen interest meer op. Dus opnieuw kom je uit op je bedrag van 917,2. 11, ja? Dus om te tonen, als je uw gegevens invult in uw postnumerando slotwaarde, dan berekent hij telkens de slotwaarde op het einde van uw storting. Ja? Op het moment dat u de laatste keer stort. Oké. De oefening 3 maak ik nu door gebruik te maken van mijn prenumerando-formule. Ja? Dus bereken de slotwaarde op tijdstip 10 is de vraag. En ik heb een prenumerando-formule. Dus als ik dit, als die 10 stortingen invul in mijn oefening, in mijn formule prenumerando, dan zal prenumerando berekent u altijd de slotwaarde 1 jaar na de laatste storting. Dus die 944, die staat op tijdstip 11. Ja? Maar je wil niet weten op tijdstip 11 hoeveel dat er op je rekening staat. Je wilt dat weten op tijdstip 10. Dus dan haalt u daar opnieuw
3% interest uit. Dus u deelt door 1,03 en dan kom je opnieuw op die 917,11. Ik ga opnieuw met die prenumerando-formule aan de slag, alsof dat we in een laboratorium zijn. Dus ik ga opnieuw die slotwaarde op tijdstip 10 berekenen met een prenumerando-formule, maar in stukken. Ja? Dus, wanneer ik die 3 eerste stortingen van 80 euro, wanneer ik die in mijn prenumerando-formule steek, ja? En ik zeg het, ik hou niet zo van deze prenumerando-formules, ik gebruik liever postnumerando-formules, maar stel, u vult deze 3 stortingen in uw prenumerando-formule, dan telt hij deze 3 stortingen samen en dan plaatst hij die 1 tijdstip na uw laatste storting. Dus de laatste oranje storting was tijdstip 3, dus dan maakt hij er 254 van op tijdstip 4. Ja? Dus als u op tijdstip 4 op uw spaarrekening gaat kijken, dan zijn die eerste 3 stortingen samen 254 euro waard. Opnieuw prenumerando formule. Ik steek daar die 4 stortingen in van 80 euro in mijn prenumerando formule. Hij zal zeggen, die 4 stortingen, dat is 344 euro waard. Op tijdstip 8. 1 tijdstip na de laatste blauwe storting staat dat bedrag. En dan gaat hij nog 2 groene samennemen. Ja, hij telt die samen. Dat is 167 op tijdstip 10. Akkoord. Als je dan die bedragen die nu op tijdstip 4 staan, op tijdstip 8, ja, als je die allemaal gaat verrekenen naar tijdstip 10, ja, dan gaat deze eerste 254 euro, die gaat nog 6 jaar interest opbrengen. Die tweede 344 die op tijdstip 8 staat, die gaat nog 2 jaar interest opbrengen. Die 167 stond al op tijdstip 10. Ja, die moeten we niet meer gaan herrekenen. En die 80, die we nog niet in een kleurtje hadden staan, die we nog niet in de formule hadden gezet, die staat daar dus ook op tijdstip 10 en moeten we samen tellen om opnieuw uit te komen tot onze 917,11. Ja? Dus dit om te illustreren wat een prenumerando-formule voor u doet. Dus we hadden hier een postnumerando-oefening. En we hebben die ook kunnen oplossen door prenumerando formules te gebruiken. We hebben ze in stukken gevisualiseerd, zodanig dat u perfect ziet wat een prenumerando formule doet. De slotwaarde prenumerando berekent de slotwaarde 1 tijdstip na uw laatste storting. Oké. Nog even de aandacht erop vestigen. Hier heb je ook een reeks stortingen. Maar er zit geen regelmatige tussenpozen in. Dus u betaalt de eerste keer op tijdstip 0. En dan is uw volgende betaling op tijdstip 2. Dan op tijdstip 3, op 5. Dus je hebt een keer 2 jaar ertussen. Je hebt een keer 1 jaar ertussen. Er is geen regelmaat in de betalingen op dat gebied. Dus dan kan u geen annuïteitenformules gebruiken. Dus die formule ga je dan niet kunnen gebruiken. Dan ga je werkelijk via het gezond boerenverstand, zoals ik hier toon, ga je dan uw oplossing moeten berekenen. Dus je kan maar gebruik maken van die superformules wanneer dat er een gelijke tussenpozen zijn. Dat de periode altijd dezelfde zijn tussen uw betaling. Dan kijken we nu naar de berekening van de actuele waarde van een annuïteit. Oefening 1. U gaat op tijdstip 0 een lening aan bij de bank en in ruil voor deze lening betaalt u gedurende 10 jaar 100 euro, telkens op het einde dus van de periode. De interestvoet in deze oefening is 4%. Ja. Hoeveel heeft u op tijdstip 0 geleend? Wanneer u dat met de formules van de samengestelde interest zou willen berekenen, dan kan u dat. Dat is opnieuw heel veel werk.
dan kan u zeggen dat die laatste 100 euro op tijdstip 10, hoeveel heeft u daarvoor vandaag gekregen? Dan heeft u vandaag 67 euro gekregen. Akkoord? 67 euro die u vandaag krijgt van de bank, als u die binnen 10 jaar gaat terugbetalen aan 4% per jaar, dan is dat 100 euro. Dus zo kan je iedere 100 euro apart gaan herberekenen naar tijdstip 0. Dat is natuurlijk heel veel werk, maar toch zijn we dan op die manier in staat om de contante waarde van al die toekomstige stortingen te berekenen. Dat is 811,09, dat is het bedrag dat u heeft geleend. Uiteraard gaan we dit niet langer op deze manier berekenen, maar zullen we dus gebruik maken van de formules van de annuïteiten. En de formule ziet eruit als volgt. Het is een postnumerando formule. V0, berekenen van de actuele waarde. We vullen alles in en dan krijgen we heel snel die 811,09. Dus bij de postnumerando, voor de actuele waarde, die formule berekent de actuele waarde één tijdstip voor de eerste storting. Zie je? Dus als uw eerste storting is op tijdstip 1, dan berekent hij al de waardes van al die toekomstige stortingen op tijdstip 0, op het moment dat u de lening heeft afgesloten. Wanneer we nu eens kijken naar de betekenis van die 811 euro, dan zal ik hier de aflossingstabel laten verschijnen. Die past bij deze oefening. Dus wat je ziet is, je start met een lening. Op tijdstip 0 krijg je 811 euro van de bank. Dus 1 jaar later gaat u daar 4% interesten moeten opbetalen op die lening. Dus dat wil zeggen 32,44 euro interest. Nu, wanneer u iedere jaar 100 euro betaalt, die 100 euro komt bij de bank, die 32,44 houdt ze voor zich als interest, dan gaat er van die 100 euro nog 67,56 euro kunnen afgelost worden van uw lening. Dus dat is uw kapitaalsaflossing. Dat is het bedrag dat in mindering wordt gebracht van uw lening. Dus het volgende jaar start u met een lening van 743,53. Gaat u daar 4% interest op betalen, dat is 29,74. Dus als u 100 euro betaalt, 29 is voor de bank, dan zal er nog 70,26 in mindering worden gebracht van uw lening. En zo zakt uw lening naar 673,27. Opnieuw 4% interest en zo verder en zo verder. Dus je ziet dat het interestbestanddeel jaar na jaar zal afnemen, omdat uw lening afneemt, en uw kapitaalsbestanddeel, dat u terugbetaalt, zal steeds toenemen. Van die 100 euro zal er steeds meer kapitaal afgelost worden. In het laatste jaar, tijdstip 10, daar aan het begin van het tiende jaar had u nog een lening lopen van 96 euro. Dus dat is in feite aan het begin van het tiende jaar, dat is hier op tijdstip 9 in feite. 96 euro is dan uw schuld. Als u dan 1 jaar wacht, dan zal u 3,85 euro interest betalen. Als u dan met die schijf van 100 euro die 3,85 in mindering brengt, dan blijft er 96,15 euro over. En dat is exact het bedrag dat nodig was om het kapitaal volledig terug te betalen. Dus dit is een aflossingstabel die hoort bij deze oefening. En u moet dus ook in staat zijn om die aflossingstabel te genereren. We maken nu diezelfde oefening, maar we passen de formule van prenumerando toe. Dus we willen die 10 maal 100 euro, we willen het bedrag daarvan kennen op tijdstip 0. Dus al die bedragen moeten naar tijdstip 0. Wanneer u de
prenumerando-formule gebruikt. Wat doet deze formule? De actuele waarde van de prenumerando-annuïteit die zal elke 100 euro verplaatsen naar het tijdstip waarop de eerste 100 euro werd betaald. Ja. Hij telt dat dan samen, dus hij berekent de actuele waarde van die 100 euro op tijdstip 1. Dat is 843,53. Dit was hier niet de vraag van de oefening. We wouden de waarde van deze reeks van stortingen kennen op tijdstip 0. Dus de prenumerando formule, je ziet wat ze doet. In het eerste deel van die formule is eigenlijk hetzelfde als de postnumerando annuïteit. Dus dat eerste deel, dat berekent al die bedragen, al die stortingen op tijdstip 0, dat is 811,09. Maar wat de prenumerando annuïteit dan doet, dat is, ze rekenen daar nog 1 jaar interest bij. Zodanig dat men dan op die 843 uitkomt, het bedrag van die annuïteit op tijdstip 1. Dit is niet de bedoeling. Wij willen het bedrag van die annuïteit kennen op tijdstip 0. Dus als u met die prenumerando-formule gewerkt heeft, dan zal u de uitkomst opnieuw moeten delen door 1,04. U haalt de rente eruit om dan opnieuw die 811,09 te bekomen. We kijken nu naar een oefening die prenumerando is. Dus de storting zit aan het begin van de periode. Het contract start op tijdstip 0. Bijvoorbeeld een huurcontract. En u betaalt dus 10 jaar lang 100 euro. Hoeveel zou u moeten betalen wanneer u alles integraal wenst af te lossen op tijdstip 0? Dus wat is de actuele waarde van deze reeks van stortingen? Dat is de vraag die we ons hier stellen. Dus we willen iedere 100 euro herrekenen naar tijdstip 0, het tijdstip van de eerste storting. Nu, het is de prenumerando formule die dit werk voor ons doet. Dus wanneer u die gegevens invult in de V-accent 0, de prenumerando formule voor het berekenen van de actuele waarde, dan gaat u uitkomen op die 843,53. Dus deze formule berekent de waarde op het tijdstip van de eerste storting. Stel dat u deze prenumerando oefening oplost met een postnumerando formule. Dus de postnumerando formule V0, de actuele waarde, die berekent de waarde 1 tijdstip voor de eerste storting. Dat betekent dat die eerste 100 euro, die staat al op tijdstip 0, die steekt niet in die formule. Ik ga deze 9 stortingen van 100 euro in de formule steken van de postnumerando annuïteit. En als je dat doet, dat is hier aangeduid in het oranje, die berekent de waarde van die 9 stortingen 1 tijdstip voor de eerste oranje storting. Dus die 743 euro, die staat hier op tijdstip 0, die kan je samentellen met die 100 euro, die al op tijdstip 0 stond, en zo kom je op 843,53 euro. Dus je kan deze prenumerando oefening wel degelijk oplossen met een postnumerando formule. Ik ga nog een tweede voorbeeld geven, dus om deze oefening op te lossen, of een derde. Dus we willen de actuele waarde kennen op tijdstip 0, het tijdstip van de eerste storting. Ik gebruik hier de postnumerando formule, dus ik geef 10 betalingen in van 100 euro. Dat is 811. Dan moet u goed begrijpen, als u deze formule gebruikt, wat deze formule voor u doet. Die berekent de actuele waarde 1 tijdstip voor de eerste storting. Dus die 811 staat op tijdstip min 1.
Dat is niet het tijdstip dat ik wou kennen. Ik wou weten hoeveel zijn die stortingen waard op tijdstip 0. Dus je zit daar nog 1 jaar van verwijderd. Dus dan gaat u hier het bedrag dat op tijdstip min 1 staat moeten opschuiven naar tijdstip 0. En dat doet u door te vermenigvuldigen met 1 keer de rente. En dan komt u opnieuw op die 843,53. We maken een oefening, een postnummer aan de oefening. De interest is 2%. En we betalen, dus we lenen op tijdstip 0 een bepaald bedrag. En in ruil voor dat bedrag betalen wij dus 10 keer 120 euro terug aan de bank. En de vraag is nu, welk bedrag hebben we geleend? Dus wat is de actuele waarde van die reeks van stortingen op tijdstip 0? Nu, wanneer u dat met formule oplost, dan gaat u hier de postnumerando-formule gebruiken voor het berekenen van die actuele waarde, want die berekent de actuele waarde 1 tijdstip voor de eerste storting. Dus u heeft 1077,91 euro geleend op tijdstip 0 en dat staat dus in verhouding tot die betalingen die u in de toekomst gaat doen. Nu, u kan opnieuw, en dat is puur academisch bedoeld, ja, deze oefening in stukken gaan oplossen. En ik doe dat om nogmaals duidelijk te maken hoe de formules voor het berekenen van de actuele waarde postnumerando, hoe die werken. Dus wanneer u zou zeggen, ik ga deze laatste 3 stortingen die ik doe, ik steek die in mijn formule postnumerando, dan kom je uit 3 stortingen van 120 euro, dat is gelijk aan 346,07 euro. Dat bedrag staat op tijdstip 7. 1 tijdstip voor de eerste storting. Die eerste storting stond daar op tijdstip 8. Dan gaat u 4 stortingen in die formule invoeren, postnummerande formule. Die berekent 456,93. Dat bedrag staat 1 tijdstip voor de eerste storting. De eerste storting van die reeks die ik nu aan het bekijken was, staat op tijdstip 4. Dus de actuele waarde van die 4 stortingen staat op tijdstip 3. En dan heb ik nog eens 3 stortingen die ik ga in de formule brengen. Maar ik heb dat al gedaan in die eerste berekening. Dus we weten dat als je die 3 bedragen van 120 euro samentelt via postnumerando annuïteit, dan berekent hij 346,07 en hij plaatst dat 1 tijdstip voor de eerste storting. Als je nu de waarde van de lening wenst te kennen, dan gaat u die individuele bedragen nu omrekenen naar tijdstip 0. Dus die 346 euro delen we door 7 jaar rente en dan kom je op het bedrag op tijdstip 0, 301. Dus die 456 deel je door 3 keer de rente en dan kom je op 430. Als je dit allemaal samentelt, dan kom je opnieuw op 1077,92. Uiteraard gaan we deze manier van werken niet toepassen. We hadden daar straks een formule waarin dat we direct die 1077 te pakken kregen. Maar wat ik hier wil doen, is illustreren hoe dat die formules werken. Dus als je het in stukken oplost, dan zie je werkelijk wat die formule voor u doet. Het berekenen van de actuele waarde postnummer. Wat ik hier ga tonen, is heel belangrijk. Ik ga de formules postnumerando vergelijken van de actuele waarde versus de slotwaarde. Dus je gaat merken dat u eigenlijk die formules door elkaar heen kan gaan gebruiken om een oplossing te vinden. Dus de postnumerando formule voor het berekenen van de actuele waarde, die staat er bovenaan, is V0. En dus de actuele waarde postnumerando berekent de actuele waarde 1 tijdstip voor de eerste storting. Dus je voert de gegevens in de formule
En de formule berekent u de actuele waarde op tijdstip 0, één tijdstip voor de eerste storting. Wanneer u postnummerando slotwaarde berekent, dan berekent die formule u de waarde van de slotwaarde op het tijdstip van de laatste betaling. Ja, dat is wat dat die formule doet. Dus de postnummerando actuele waarde berekent u de actuele waarde één tijdstip voor de eerste storting. De slotwaarde berekent u de slotwaarde op het tijdstip van de laatste storting. Dat moet u goed voor ogen hebben. Ja? Dus, nog eens. De actuele waarde berekent 811 en dat staat één tijdstip voor de eerste storting. De slotwaarde berekent 1200 euro en dat staat op het moment van de laatste storting. Als u dit goed respecteert, dan kan u eigenlijk nooit fouten maken in het gebruik van die formules. Kijk, wat ik nu ga doen, is een aantal dingen nog inzichtelijk tonen. Dus de actuele waarde van deze reeks van stortingen was 811 euro, de interest was 4%, hè. De slotwaarde was 1200,61. Nu, wanneer je die actuele waarde berekend hebt, 811,09, en u gaat daar 10 jaar interest bij rekenen, uiteraard kom je dan op die slotwaarde van 1200,61. Dus je kan heel makkelijk, als u de actuele waarde berekend heeft, dan kan u vanaf daar de slotwaarde gaan berekenen. Omgekeerd werd het ook. Stel dat u de slotwaarde had berekend 1200 euro via de formule van de postnummerando annuïteit en u zegt dan, oei, ik zou eigenlijk de actuele waarde moeten hebben, dan haalt u daar 10 jaar interest uit en dan heb je dus die 811,09 te pakken. Dus je kan heel gemakkelijk switchen van actuele waarde naar slotwaarde, van slotwaarde naar actuele waarde. Dus daarin ben je volledig vrij. Wat ik hier ga doen is, dus ik ga de waarde van die reeks stortingen berekenen op tijdstip 4. Hoeveel, stelt dat u 10 keer 100 euro moet betalen, en u zegt tegen de bank, ja, maar ik wil een andere afbetaling doen, ik zal alles eenmalig terugbetalen op tijdstip 4. Dus wat is de actuele waarde eigenlijk, de waarde van die reeks stortingen op tijdstip 4? Ja? Dus wat u dan gaat doen, u steekt deze 4 stortingen in uw formule. Ja? In welke formule gaat u die steken? U gaat die steken in de formule van de slotwaarde. Want de slotwaarde, u geeft die 4 betalingen in, die berekent de waarde van die 4 stortingen op tijdstip 4. En dat is waar dat u wilt staan op die tijdsas. Dan heeft u nog 6 andere stortingen, die wilt u ook gaan herberekenen naar tijdstip 4. Dus als u die invoert in de formule van de actuele waarde, dan berekent die formule de waarde van die stortingen één tijdstip voor de eerste storting. Dat is dus 524 euro op tijdstip 4. Ja? Als je die nu gewoon gaat samentellen, dan kan je zeggen van kijk, ik ga geen 10 keer 100 euro betalen, ik zal eenmalig 948,86 euro betalen. Dus die bedragen zijn gelijkwaardig. 10 keer 100 euro is hetzelfde als 1 keer 948 op tijdstip 4. Uiteraard had je die 948 ook op een snellere manier nog kunnen berekenen, namelijk als u 811 euro leent op tijdstip 0 en u wil dat terugbetalen op tijdstip 4, ja, dan gaat u daar gewoon 4 jaar interest bij rekenen en dan kom je ook op die 948. Uiteraard is dat een makkelijkere manier, maar wat ik hier voornamelijk wil doen is illustreren hoe dat die formules werken postnummerando. En dan kan u daar heel creatief mee omgaan. Hetzelfde, dus u wil herberekenen naar tijdstip 4. U had de slotwaarde van 1200 euro. Dus als u tot tijdstip 10 wacht, gaat u 1200 euro moeten terugbetalen. Zegt u, ik ga vroeger terugbetalen, dan,
dus op tijdstip 4, is dat die 1200 delen door 1,04 tot de zesde. En dan heeft u ook die 948 euro te pakken. Dus dit is heel belangrijk dat u begrijpt wat ik hier wil tonen. Dus ik heb hier heel veel werk in gestoken om visueel iets naar voren te brengen. Als u weet wat de actuele waarde berekent, postnumerando. Als u weet wat de slotwaarde berekent, postnumerando, dan kan u eigenlijk nooit nog fouten maken, want dan kan u exact gaan bepalen op uw tijdsas waar u staat met uw berekeningswerk. Dan kijken we nu nog naar een aantal oefeningen. Dus hier moet je de eindwaarde berekenen. En je betaalt 300 euro per periode. De interestvoet is 5% en hier het is dus 300 euro per jaar. 10 jaar lang gaat u 300 euro storten. En dan is de vraag, het is een postnumerando oefening. Dus dat wil zeggen, we berekenen de eindwaarde postnumerando. Dit wil zeggen, op het moment van de laatste storting willen we weten hoeveel geld er op de bankrekening staat. Dat is de betekenis. Dus los deze oefening op. En dan krijgt u deze oplossing. Op uw bankrekening zal op het moment dat u de tiende keer 300 euro gestort heeft, zal er 3773,37 euro dus op uw bankrekening staan. Ik heb nog een tweede formule voor mensen die dat nodig hebben. Dus wij gebruiken de formule in het geel. En er bestaat nog een alternatieve formule. En die heb ik hier in het wit gezet. Nu, voor deze oefening, zijn die twee aan elkaar wel gelijk. Oké. Stel dat we van die oefening een prenumerande oefening maken. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat we niet gaan kijken voor de slotwaarde te kennen op het moment dat we de laatste keer storten, net op dat moment. Nee, we gaan nog 1 jaar wachten. We wachten nog 1 jaar. We doen dan geen bijkomende storting meer op dat volgende jaar. Maar we wachten gewoon om te kijken hoeveel zal er op onze bankrekening staan als er nog 1 jaar interest aan toegevoegd wordt. Dus prenumerando wil zeggen, we kijken 1 jaar nadat de laatste storting is gebeurd. Dus pre. Dan gaat u gewoon zien dat daar 1 jaar interest bij komt. Zie je dat? Dus dat is nog 5% interest erbij, zodanig dat inderdaad het bedrag zal stijgen op uw bankrekening met de interest naar 3962,04. Goed. Wat ik nu wil tonen, dus op zich is dat niet moeilijk, hè? Dus uw gegevens in de formule inbrengen en dan naar de oplossing kijken. Nu, we maken opnieuw een postnumerando oefening. Wat zou er gebeuren als ik 300 euro stort per maand? De interest mag 5% blijven. Ja. En hoeveel stortingen ga ik doen? Hoeveel maandelijkse stortingen ga ik doen? Wel, laat ons zeggen dat ik 10 jaar lang inderdaad stortingen doe. Dus dan ga ik dat hier omzetten in maanden. Dus dan ga ik 120 stortingen doen. Zodanig, dit is een spaaropdracht gedurende 10 jaar, waar je maandelijks stortingen doet. Hoe hoog zal uw spaarrekening zijn op het moment dat u de laatste keer 300 euro stort? Ja. Nu, om dat te kunnen oplossen, wat gaat u moeten doen? Dan gaat u van die jaarlijkse rentevoet, en u ziet dat hierboven gebeuren, eerst een maandelijkse rentevoet moeten maken. Dus maandelijkse stortingen wil zeggen dat u ook een maandelijkse rentevoet in uw formule inbrengt. Dus 5% per maand, dat is 0,4%, 5% per jaar is 0,4% per maand, zo zie je de berekening. We hebben de manier om dat om te zetten van een jaarlijkse naar een maandelijkse, hebben we toegelicht aan de hand van die specifieke
formules. Ja? Dus wat er gebeurt is, hier de layout is misschien iets anders dan dat we gewoon zijn. Het is de 12e machtswortel van 1,05 min 1. En zo kom je van een jaarlijkse naar een maandelijkse. Nu, ik heb ook de schijnbare rentevoet berekend. Dat is eigenlijk van geen enkel belang. Dus als u de maandelijkse rentevoet vermenigvuldigt met 12, dan heb je een schijnbare rentevoet. Dus op het eerste zicht is die rentevoet dan per jaar 4,88. De schijnbare rentevoet hebben wij verder niet nodig in de formule die wij gebruiken. Want de formule die wij gebruiken is hier beneden. Dus 300 euro per jaar, ja, 300 euro per maand. Een maandelijkse rentevoet voert u in, ja, 120 stortingen. Dat maakt dat er dan na 10 jaar 46.308 euro op uw bankrekening zal staan. Voor kijkers die een alternatieve formule gebruiken, wil ik toch beperkt even toelichten. Dus dan kom je ook op die 46.308,95. Wat houdt die alternatieve formule in? Bij die alternatieve formule geef je de betalingen die gebeuren op jaarbasis in. Dus als je 300 euro per maand betaalt, ja, dan is dat hetzelfde als 3600 per jaar. Zie je? Dus er bestaat een alternatieve formule waarin dat je niet alles maandelijks ingeeft, maar waarin dat je alles jaarlijks ingeeft. De rentevoet wordt hier ook jaarlijks ingevoerd. Ja. Het aantal stortingen of het aantal jaren dat het duurt is 10 jaar. Dus alles wordt jaarlijks ingevoerd, maar dan gaat u een correctiefactor nodig hebben. En voor die correctiefactor te berekenen heb je dus de jaarlijkse rentegoed nodig gedeeld door de schijnbare rentegoed. Ja. Dus nog eens, u mag kiezen welke formule dat je het gemakkelijkste vindt, maar wij verkiezen eigenlijk die gele uitwerking waarbij dat je dus zeer snel, als je alles omzet naar maanden, maandelijkse stortingen, aantal stortingen is 120 maandelijkse stortingen, maandelijkse interest, dan komt u zeer snel bij de oplossing. Stel dat u nog een maand extra wacht, hoeveel gaat er dan op uw bankrekening staan? Akkoord? Dus dan noemen we dat prenumerando. We kijken niet op het moment van de laatste storting, maar we kijken een maand later. Dan komt er nog één maand interest bij, zoals je ziet. We zullen nog een laatste oefening maken. Dus je stort 250 euro per keer. De interestvoet is 2,5%. We storten per trimester. En hoeveel trimesters gaan we dat volhouden? We gaan dat 12 trimesters volhouden. Ja, postnummer aan. Even kijken. Op het moment dat we de laatste keer gespaard hebben, 250 euro, hoeveel staat er op onze bank? U mag dat berekenen en als u klaar bent, kan u de video verder afspelen. Dus je gaat, om een goede oplossing te vinden, die jaarlijkse rentevoet moeten omzetten naar een trimestriële rentevoet. Dat is dus op deze manier gebeurd. En dan voert u alles in die formule. Een trimestrieel bedrag, een trimestriële rentevoet, 12 trimestriële stortingen. Dus dan heb je op het einde van die spaaropdracht 3.104 euro op je bankrekening. Zegt u, ik wil een maand later kijken naar mijn bankrekening, hoeveel staat er dan op? Dan noemen we die oefening prenumerando en dan gaat er nog één trimester rente aan toegevoegd worden. Dan heb ik een nieuwe oefening klaar voor het berekenen van de beginwaarde. Dus u stort 100 euro per jaar. Dat zie je hier al per jaar. De interestvoet is 3% gedurende 7 jaar. Bereken de actuele waarde. Dus als u 7 keer
100 euro moet terugbetalen, te beginnen vanaf het einde van deze periode, ja, hoeveel heb je dan nu, vandaag, aan het begin van deze periode geleend? Ja? Dus we kijken naar de oplossing. U heeft 623,02 euro geleend. Maken we daar een prenumerando oefening van. Dus wat betekent dat dan? Dat betekent dat de eerste betaling, de eerste keer dat u 100 euro betaalt, dat is het moment van het afsluiten van uw contract, dus dat is het starten van de lening. Dus dan krijg je een lening, ja, en onmiddellijk, als je het geld van die lening ontvangt, gaat u al een eerste schijf van 100 euro terugbetalen. Dat is de betekenis van prenumerando. Dus je eerste betaling zit op hetzelfde moment als je, dan, als je die lening afsluit. Ja? Dus dat is prenumerando. Dan gaat u 641 euro kunnen lenen. Dus ik heb het verschil hier even naar voren gebracht. Postnumerando is die lening 623. Prenumerando is die lening 641. Dus prenumerando lenen, dat is eigenlijk zeer absurd, hè? Dus je krijgt 641 euro vandaag, maar ook vandaag moet je al onmiddellijk je eerste schijf aflossen. Dat is de betekenis. Dus ik zal die schijf hier zetten die je aflost onmiddellijk, is min 100. Ja, dus dat wil zeggen, dan krijgt u eigenlijk maar 541 euro natuurlijk. Hè? En die gaat u nu aflossen over 6 betalingen. Want u heeft uw eerste betaling al gedaan. Die eerste 100 euro heeft u onmiddellijk moeten betalen. Dus dan heeft u nu nog 6 betalingen van 100 euro. En de eerste betaling gebeurt dan binnen 1 jaar. Akkoord? Dus in feite kan je die prenumerando oefening herwerken tot een postnumerando, oefening. Want wat ik er nu van gemaakt heb, dat is dus postnumerando, en ik zeg, we hebben maar 6 keer dat we nog moeten betalen. Dus als je nog 6 keer betaalt, ja, de eerste betaling binnen 1 jaar, dan heb je 541 geleend. Zie je dat? Dat is deze 541, die zijn aan elkaar gelijk. Dus we hebben een prenumerando oefening eigenlijk opgelost door postnumerando te denken. Dat is wat je hier ziet. Ik ga nog een tweede voorbeeld geven om te illustreren dat u prenumerando oefeningen ook met, door postnumerando te redeneren kunt gaan oplossen. Dus u heeft een lening afgesloten vandaag en binnen 1 jaar moet u voor de eerste keer 250 euro terugbetalen. En dat moet u doen gedurende 20 jaar. De interestvoet is 2%. Hoeveel heb je dan vandaag geleend? Dus je krijgt vandaag het bedrag van de lening en de eerste keer betaal je binnen 1 jaar. Dus dat is een postnumerando verhaal. Ja? Dus dan ga je de postnumerando formule gebruiken om te berekenen dat u 4087 euro geleend heeft vandaag. Dus ik schrijf dat bedrag hier even op. 0,6. Wanneer we van die oefening een prenumerando oefening maken, dan zeggen we, je leent een bepaald bedrag, ja, vandaag, maar ook onmiddellijk vandaag gaat u al uw eerste schijf van 250 euro moeten terugbetalen. Hoeveel kan je dan vandaag lenen? U vult dat in de formule, dan kan u vandaag 4.169,62 euro lenen. Dat is het bedrag dat u terugvindt door die prenumerando-formule te gebruiken. Natuurlijk, je krijgt vandaag 4.169 euro van de bank, maar onmiddellijk moet je 250 euro daarvan terugbetalen. Dus netto komt het neer natuurlijk op het feit, hoeveel heb je dan vandaag geleend? Dan heb je vandaag 3.919 geleend. Ja?
Hoe ga je dat terugbetalen? Wel, u heeft al een storting gedaan. De volgende storting zal binnen 1 jaar moeten gebeuren. Ja? Dus u gaat 3.919 euro terugbetalen. En de eerste betaling zit volgend jaar. En u gaat dat doen gedurende dus nu nog 19 stortingen. Dus je maakt daar eigenlijk een postnummerando oefening van. Dus als u zegt, ik ga 19 keer 250 euro storten in de toekomst, dan zegt de postnummerandoformule, dat komt neer op een lening van 3.919. Zie je dat? Dat is dit bedrag dat we gevonden hebben. Ja? Dus, het is natuurlijk artificieel hier, hè? Dus een oefening waarbij dat je een bedrag leent, ja, en dat u onmiddellijk moet terugstorten, dat is een zeer artificiële oefening. Maar je kan het wel, je kan die oefening wel bekijken om daar een beter gevoel bij te hebben bij die prenumerante oefening dan dat er een oefening over huur is. U moet de huur betalen gedurende 20 jaar. Ieder jaar aan het begin moet u dus 250 euro huur betalen. En dan is de vraag, ja, als u niet 200, als u geen 20 keer wenst te betalen, maar alles in één keer, wel, hoeveel gaat u dan betalen? Dan gaat u 4.169 euro betalen. Dus je ziet, die prenumerando-formule, die berekent alles eerst postnumerando. Dus ze berekent eigenlijk eerst hoeveel ga je betalen op tijdstip. Eén tijdstip voor de eerste betaling, dus hier sta je op tijdstip min 1. En dan ga je vermenigvuldigen nog met de rentefactor om op het tijdstip te komen van de eerste betaling. Dan wil ik nog even de betekenis illustreren van die 4087. Dus u heeft 4087 geleend vandaag en u betaalt 20 keer 250 euro terug. Klopt dat, hè, met die rentevoet van 2%? Dus ik heb hier nog de aflossingstabel die ik u wou tonen. Dus dit is het bedrag dat u leent. Voor het eerste jaar gaat u daar 2% interest op betalen. Dus uw betaling van 250 euro, daar houdt de bank 81 euro interest voor zich, zodanig dat er nog 168 euro kan gebruikt worden om uw lening terug te betalen. En zo zakt het bedrag van die lening telkens met uw kapitaalsaflossing. Dus het tweede jaar wordt de interest berekend op 3.919. Ja. Dus u gaat minder interest moeten betalen, daardoor gaat u een groter deel van de lening kunnen terugbetalen. En zo, uw kapitaalbestanddeel stijgt ieder jaar en het interestbestanddeel zakt ieder jaar. Maar uw 250 euro die u betaalt, dat is natuurlijk ieder jaar hetzelfde bedrag. Als je dan nog eens kijkt voor het laatste jaar, dus aan het begin van het laatste jaar had u een lening van 245 euro. Ja, dus op het einde van de periode betaalt u 250 euro. Namelijk 4,9 euro, dat is die interest die u betaalt, die 2%. En dan het kapitaal dat u aflost is 250 met die 4,90. Is nog 245,10. Dus inderdaad, ja, dus de lening die u nog moest terugbetalen is dus perfect terugbetaald in het 20ste jaar. Dus je kan zeggen, je gaat voor een lening van 4087 euro met een rentevoet van 2%, gaat u inderdaad 20 keer 250 euro terugbetalen. Dan bekijken we nog een laatste oefening voor het berekenen van de actuele waarde. Dus je stort 250 euro per maand. De interestvoet is 2% per jaar. En u gaat gedurende 240 maanden dat bedrag storten. Dus dat is 20 jaar lang gaat u maandelijks 250 euro storten. De eerste keer, het is postnumerando, dus uw eerste storting begint binnen 1 maand. Je krijgt vandaag een lening en binnen 1 maand begin je af te lossen. Hoeveel heb je dan vandaag geleend? Dus om dat tot een goed einde te brengen, gaat u opnieuw eerst de jaarlijkse rentevoet moeten omzetten naar een
maandelijkse rentevoet. Ja? Dus alles wat wij in die formule invullen, staat in maanden uitgedrukt. Zie je? Dus de betaling die wij invoeren is 250 per maand. De interestvoet is dus die 0,16% per maand. 240 exponent maandelijkse stortingen. En dan kom je uit op die lening. U heeft geleend 49.502,35. Goed? Wanneer je niet alles maandelijks gaat invullen, maar toch kiest voor de formules jaarlijks, die formules volgen wij niet, maar ik wil het toch illustreren voor mochten er kijkers zijn die die formules wel gebruiken. Dus er bestaan ook formules waarin dat de getallen jaarlijks worden ingevoerd. Dus als u €250 per maand betaalt, dat is €3000 per jaar. Ja? Dus jaarlijkse storting en jaarlijkse rente, jaren, 20 jaar, dat mag allemaal perfect, maar dan gaat u nog moeten vermenigvuldigen met een correctiefactor. En als u die correctiefactor juist kunt berekenen, dan kan je ook komen tot die 49.502. Dus de correctiefactor bestaat uit jaarlijkse interestvoet die gedeeld wordt door de schijnbare rentevoet. Schijnbare rentevoet is de maandelijkse rentevoet maal 12. Ja? Maar ik zeg het, wij gebruiken die formule liever niet. Ik heb de voorkeur om alles eenvoudig in maanden om te zetten. Het bedrag per maand, het aantal stortingen, maandelijkse stortingen, interestvoet per maand. Laten we dan nog eindigen hier met daar een prenumerande oefening van te maken. Dus dat wil zeggen, dus u betaalt uw eerste schijf onmiddellijk op het moment dat u het bedrag van die lening ontvangt van de bank. Ja? Dus dan noemt een prenumerande oefening. Wat is prenumerando? Dat is hetzelfde als postnumerando, maar er wordt nog één maand interest aan toegevoegd. Dus we hebben dat gezien. Ik zal het hier nog eens tonen. U ziet dat direct gebeuren. U gaat dan één maand interest nog bijrekenen, zodanig dat dat bedrag dat u leent 49.584 is. Maar natuurlijk, omdat je onmiddellijk €250 terugstort, is het netto bedrag dat u gaat hebben uiteraard dus kleiner. Zo, ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Er komen oefeningen nu op Camilo, waarvan ik zou willen vragen om die te maken. En dan gaan we volgende week verder met het overlopen van nog formules, andere formules. We hebben vandaag dus gezien het berekenen van de slotwaarde en het berekenen van de actuele waarde.